We worden iedere dag diep geraakt door de beelden die tot ons komen vanuit Oekraïne. Een land verwoest, mensen vermoord. Vele Oekraïners inmiddels al op de vlucht. In de buurlanden worden ze opgevangen en verderop in de regio. En Nederland is deze keer ook de regio van oorlogsvluchtelingen. We vangen inmiddels vele tienduizenden Oekraïners op in Nederland. In de provincie Utrecht en ook in Veenendaal nemen wij ons deel. Ruim 100 Oekraïners zijn inmiddels onze gast. Gemeente stelt locaties beschikbaar, ook bij particulieren thuis. Neem niet lichtvaardig die beslissing, want het gaat voor een langere tijd en het liefst niet in uw eigen huishouden. Net als dat er sommige mensen initiatieven meenemen om mensen op te halen. Wees daar terughoudend in, laat dat vooral aan de instanties die daarvoor gereed staan. We zijn dankbaar voor de vele handen die hierbij helpen. En dan denk ik ook zeker aan de vrijwilligers verenigd in Veenendaal voor Oekraïne. We zorgen dat deze mensen getraumatiseerd een plek hebben en tot rust kunnen komen in de hoop dat ze weer snel terug kunnen naar hun eigen land. Dank u wel.